Dus wat jullie normaal niet in de Crossgyms vlog zien, zie je wel in mijn vlog. Het moet ook gewerkt worden. We gaan proberen rond de 150 vierkante meter airtrack op dit mooie water te leggen. Welkom bij weer een nieuwe vlog van Jochen. Het is nog steeds knijterwarm, dus we zijn gesloten. We zijn het water aan het opzoeken. Het wordt vandaag 36 graden. Dus we zijn al hier om 10 uur 's ochtends. En wat gaan we doen? We gaan proberen rond de 150 vierkante meter airtrack op dit mooie water te leggen. Ben je er klaar voor? Ik ben er hartstikke klaar voor, ja. Nilko! Hey. Ben je er klaar voor, vriend? Ik ben verbrand, jongen. Nu al. Iets klopt in het. Onze anker blijft drijven. Dit begint alweer heel goed. Mooi begin van de dag. Level up. Hey, je was niet aan het filmen. Level 1. Was je wel aan het filmen? Ja, ja, tuurlijk. Zweer het, nee, je zette hem aan toen je hem uitzette. Fucking hell, jongen. Kutje, jongen. Als dat zo is. Je gaat mij sowieso mappen, ik ga wel aan de kant. 1,5 meter, hè? Oh ja. Oh, what a save! Okay, now it's on, old man! Oh. Wacht op je rug! Nou, wie wil? Ja, ringgirl. Hoe doet de scheidsrechter op starten? Fight! Doe maar starten. Starten! Ja. Ja! Oh! De klok! Ja, de klok! Pak die klok zo! Pak die klok! Ja, dat is het! Die andere doen! Niet de pik! Waarom kunnen mijn kops nooit overleven bij kops? Omdat ze gewoon lelijk zijn! Oké, we hebben een prijsvraag. Wat kunnen ze winnen? Weet ik het. Privé training met Brett. We hebben geen prijsvraag. En nou jij, Brett? Brett is altijd te laat met het werken, met het springen. Echt, die jongen die heeft iets met te laat. Echt. Ik heb er niks aan. Brett niet. Nee. We hebben een klein beetje last van een stromingje, dus we moeten hem weer terugduwen. We hadden een heel mooie anker, maar helaas. We hebben heel veel airtracks en alles is van Airgym en er is één airtrack van Airtrack Factory. En raad eens wat, welke er leeg loopt. Yep, Airtrack Factory, beetje jammer. Ze willen niet dat ik een bommetje doe. Zeggen dat ik te dik ben. Is het niet normaal? Of niet dood! Ook zitten allemaal druppels op de lens. Oh, die was best goed. Deed je best nice. En dan zeggen ze dat ik dik ben. Ja, wat ga je doen? De back. Oké, kom maar door. Dat was geen fijne landing, hè? Koen, wat vond je van deze dag? Ja, leuk. Ik was een van de leukste dagen ooit, of niet? Ja, dat is zeker wel. Ja. Alleen nu krijgen we het minst leuke gedeelte van de dag. Ja, maar. Er wordt druk bij. Even alles opruimen. Maar we hebben Brett bij ons, dus het komt wel goed. Of niet, Brett? Ik heb meer gedaan dan iedereen nou hier dadelijk in het water. Ja, je hebt hier geen moeders om mee te praten, hè? Ja. Jongens, let wel op, hè? Ja, ik sta hier echt zo. Erin was leuk, maar eruit? Brett, kom hier, jongen! Altijd. Waarom moet je altijd proberen om een lekker wijf je rug in te laten smeren? Ja. In ieder geval nooit zelf te doen. Als je het zelf doet, krijg je dit.
precies hier in de hand. Doe jij hand dus zo? Gaan we zo bij bier op. Ja, precies. Zo, die duim. Applaus weg. Het is de dag na het mooie waterpark wat we gebouwd hebben. Altijd leuk dat soort video's, alleen het minder leuke is, het levert zo'n troep op. We hebben nog spullen van de video met de Noord naar het water. Alle matjes zijn vies, smerig, nat. Dus wat jullie normaal niet in de CrossGyms vlog zien, zie je wel in mijn vlog. Het moet ook gewerkt worden. Ben ik klaar voor? In 36 graden. Nou. Nou. Lekker aan het schrobben en aan het boenen? Ik ben bang dat sommige matjes het niet overleefd hebben. Ja, dan moeten we zien als ze daar opgedroogd zijn. We zijn klaar met het schoonmaken. Het heeft iets langer geduurd dan wat we verwacht hadden. Martijn, jongen, top gewerkt. Vinden jullie het een leuke video? Even liken, abonneren. En ik zeg, houden we hem bedankt.